Dames en heren, u heeft het dossier Schiphol in uw portefeuille gekregen. Nou, hier mag ik u natuurlijk mee feliciteren. En u krijgt nu de schone taak om op dit dossier de tegenmacht, waar we zo aan hechten tegenwoordig, om daar goed vorm aan te geven, de tegenmacht. En dat is op dit dossier echt wel nodig. Maar ik kan me voorstellen dat als u de hoeveelheid documentatie ziet, de hoeveelheid plannen, rapporten, adviezen, besluiten, als u dat allemaal ziet, dan moet u in de schoenen schiet. En dat is ons trouwens ook zelf overkomen. En daarom leek het ons handig om een paar simpele dia's te vertonen en om daarmee te beginnen. Vooral met een aantal vragen die ons inziens des poedels kern zijn. Zodat het allemaal wat overzichtelijker wordt en het probleem Schiphol misschien wat eenvoudiger wordt dan wel wordt gemaakt via al die rapporten, nota's, besluiten, et cetera, et cetera. In onze ogen zijn er een aantal relevante vragen, hè, terug naar de basis. En de allerbelangrijkste vraag natuurlijk is, waar hebben we luchtvaart voor nodig? De tweede vraag is dan, wat hebben we daarvoor nodig? En omdat het een groot probleem is, Schiphol, welke belangenconflicten spelen er eigenlijk? En hoe lossen we die conflicten zo snel mogelijk op? Wat zijn de nadelen en voordelen van eventuele nieuwe keuzes die je zou maken? En vooral, naar wie gaat u luisteren? Hoe komt u tot uw uiteindelijke opinie? Hoe komt u tot uw uiteindelijke standpunt? Nou, we stellen niet alleen de relevante vragen, we gaan ook nog eens een keertje de antwoorden geven. De eerste vraag, waar hebben we luchtvaart voor nodig? Heel erg eenvoudig, om goede internationale verbindingen te hebben. En dat betekent dus dat Nederlanders moeten kunnen reizen naar het buitenland voor werk en vakantie. Daar zit helemaal geen tegenstelling tussen. En buitenlanders moeten natuurlijk naar Nederland kunnen komen voor werk en vakantie. Waar het nu om gaat, wij zijn namelijk maar met 17 miljoen Nederlanders en we krijgen niet alle Chinezen over de vloer, zal ik maar zeggen, is dat Nederland uitstekend bediend wordt met 169 essentiële bestemmingen. Dat is het zogenaamde optimale netwerk en dat houdt in 270.000 vluchten. U ziet dat in de figuur rechts. Een optimaal netwerk. Daarmee is 91% van de huidige totale handelswaarde gecoverd. Als je zegt, ik vind 91% toch te weinig, dan kun je ook gaan naar een maximaal netwerk. Dat zou inhouden 217 bestemmingen en maximaal 350.000 vluchten. En daarmee heb je 96% van de totale handelswaarde gecoverd. Alle andere vluchten, bestemmingen, kunnen er dus gewoon uit omdat die niet bijdragen aan waar luchtvaart voor nodig is, namelijk goede internationale verbindingen. Wat hebben we nou nodig voor die goede internationale verbindingen? In onze alternatieve luchtvaartnota hebben we daarover geconcludeerd dat de luchthaven er dus moet zijn voor mensen die in Nederland wonen of hier moeten zijn, terugkomend op het kerndoel van een luchthaven. En we hebben dus een nieuwe luchtvaartnota nodig die rekening houdt met dat doel, maar ook met alle andere publieke belangen, inclusief leefbaarheid en klimaat. En dat betekent dus dat we luchtvaartmaatschappijen nodig hebben die mensen van en naar Nederland vervoeren zonder transferaspiraties voor buitenlanders. Zonder een bedrijfsbelang dat niet voldoet aan de doelstelling van een nationale luchthaven en die niet voldoet aan de publieke normen en waarden. En de luchtvaartmaatschappij die daar op dit moment geen inhoud aan geeft, ziet u in de rechterfiguur nog even weergegeven in de tijd dat wij allemaal trots waren op de KLM. De vliegende Hollander, wie wil dat nou niet zijn? Maar dat was toen. Welke belangenconflicten spelen? Nou, u voelt het natuurlijk al aankomen. Dat zijn de private belangen versus de publieke belangen. Wat zijn dan die private belangen? Dat is ook helemaal niet ingewikkeld. Dat is massavervoer en groei ten bate van de winst voor bedrijven. Alle bedrijven die Schiphol als een operationele basis hebben. Dat is dus niet alleen de Franse luchtvaartmaatschappij die er gebruik van maakt, maar iedereen die daar voor zijn eigen doeleind winst mee probeert te halen. Terwijl de publieke belangen daarentegen, nogmaals, bereikbaarheid zijn. Bereikbaarheid, bereikbaarheid en bereikbaarheid. Maar daarnaast is er ook werkgelegenheid nodig in de regio. Moderne werkgelegenheid, geavanceerde werkgelegenheid, innovatieve werkgelegenheid. Het is ook handig als 3 miljoen mensen rond Schiphol ook nog leefbaar zouden kunnen wonen.
dat hun gezondheid niet wordt beschadigd, dat er woningbouw nodig zou kunnen zijn, een groot probleem, het woningtekort. En natuurlijk dat alles onder garanties van veiligheid en last but not least een positieve bijdrage aan de natuur en het klimaat. Dat zijn de publieke belangen. Het belangenconflict is dus heel simpel, privaat versus publiek. En dat heeft zich in de loop van de tientallen jaren zo ontwikkeld, doordat daar geen tegenmacht op georganiseerd is. Daar bent u voor. Hoe lossen we die belangenconflicten nu op? Nou, even om het tegen elkaar af te zetten voor de duidelijkheid. De oude politiek, wat houdt de oude politiek in? Dat is dat er een overheid is die is verweven met een private sector. De KLM en Schiphol. We hebben het in vorige presentaties ook weergegeven. En de financiële ondersteuning, de miljarden die naar de KLM gegaan zijn, zijn natuurlijk een laatste als stuiptrekking, als het ware, om een failliete sector nog langer op de been te houden. En die overheid blijft het mantra van de private sector, zonder groei geen welvaart, maar eindeloos herhalen. En de overheid, de oude politiek van de overheid, heeft tot nu toe de publieke belangen die ik al noemde, leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat, nooit veilig gesteld. Nou, daar volgt dus een nieuwe politiek uit. Dat is dat we een nieuwe overheid krijgen die de gezondheid en het welzijn van individuele burgers beschermt. Burgers hebben recht op bescherming van een overheid. Een overheid die luistert naar burgers en hun vertrouwen herwint. Een betrouwbare overheid. Dat is een overheid die we de laatste jaren niet meer gezien hebben. En, dan gaan we meer naar de uitvoering, een overheid die ook staat voor een eerlijke en fatsoenlijke beprijzing van vliegen. Niet alle kosten van het vliegen maar over de schutting gooien en de burger, de belastingbetaler, daarvoor laten opdraaien. Nee, degene die vliegt betaalt daar een eerlijke, fatsoenlijke prijs voor, waar alle kosten die met vliegen gepaard gaan in verdisconteerd zijn. Welke voordelen hebben we dan als we die keuzes maken, de keuzes van de nieuwe politiek? Nou, dat is voor de burgers dat er een aanzienlijke verbetering van hun leefbaarheid en veiligheid ontstaat. Dat er meer ruimte komt voor woningbouw, zodat ook jonge mensen, starters, een woning zouden kunnen aanschaffen. Dat er minder zorgen zijn over gezondheid, milieu en klimaat. De bijdrage aan de klimaatramp wordt dan serieus genomen. En de opbrengst van de beprijzing, bijvoorbeeld een tickettax, die kan gaan naar de publieke sector, naar de burgers en naar het openbaar vervoer. En vliegvakanties blijven voor iedereen bereikbaar, voor hardwerkende Nederlanders en voor niet hardwerkende Nederlanders. Maar het veelvliegen wordt natuurlijk via het prijsmechanisme ontmoedigd. Wat zijn de voordelen voor de private sector, voor de bedrijven? Nou, dat de directe verbindingen op alle belangrijke economische centra gewoon intact blijven. Maar dat weinig gebruikte verbindingen met een lagere frequentie of via een overstap bereikbaar blijven. Je kunt er dus nog steeds komen, maar je zult een overstap moeten maken. Verder ontstaat er voor bedrijven lastenverlichting door minder steun aan de sector. Er is minder bijdrage nodig van alle andere bedrijvigheid, van alle andere industrie op het van CO2 en stikstofuitstoot, omdat de luchtvaart nu ook gaat bijdragen. En er ontstaat een eerlijk speelveld op het gebied van openbaar vervoer. Nou, zonder voordelen zijn er geen nadelen. En wat zouden de nadelen zijn van een luchthaven die dus een selectief netwerk heeft geïntroduceerd, een slim, innovatief netwerk met alleen de relevante verbindingen waar het ons altijd allemaal om te doen is gegaan? Dat is dat sommige werknemers inderdaad op zoek moeten gaan naar een positie elders. Dat is ook gebeurd met de oud-werknemers van Fokker. Dat is ook gebeurd met de oud-werknemers van de scheepswerven. Dat is ook gebeurd met de oud-mijnwerkers. En het gebeurt al as we speak. En omdat in de regio, metropoolregio Amsterdam, het aantal vacatures gigantisch is, zal die transitie van werken op een luchthaven naar andere sectoren ook niet geweldig ingewikkeld hoeven te zijn. Dan komen we eigenlijk tot het einde. Naar wie gaat u dan luisteren? Gaat u nou luisteren naar burgers die inmiddels een hoop kennis van zaak hebben? Gaat u luisteren naar Joe Biden, een president op leeftijd, maar die in een gigantisch tempo alle juiste besluiten neemt die spelen op het gebied onder andere van klimaatverandering en openbaar vervoer?
Sir David en Greta Thunberg, idem dito. Mensen die ieder op hun eigen manier diep over deze materie hebben nagedacht en die ieder op hun eigen manier positieve invloed aanwenden om dit ten goede te keren. Of gaat u, oude politiek in onze ogen, luisteren naar een verouderde, fossiele, verliesgevende industrie met een pervers en schadelijk bedrijfsmodel? Ik wens u veel sterkte en ik hoop dat u van tijd tot tijd verdrinkend in al de rapportages die er al zijn en die ongetwijfeld nog gaan komen, ook terugdenkt aan deze basale vragen op grond waarvan u een standpunt vrij duidelijk kunt bepalen ten behoeve van het welzijn van de Nederlanders en ten behoeve van de economie van Nederland. Ik dank u.